Ik gaf jou al een keer aan in het voorgesprek. Van nou ja, ik vond mijn taak als directeur gewoon dat ik vooral met mensen bezig moest zijn. Dat vond mijn bedrijf niet per se. Mijn bedrijf wilde dat ik die deals binnenhaalde. Nou, dat kan ik en dat doe ik ook. Ja. Maar ik zag dat veel meer als ik doe dat met mensen samen en ik ben met mensen bezig. Ja. Dus ik zei dat ook tegen mijn baas. Mensen staan bij mij veel meer centraal. Ja. En dat is wat ik wel zag binnen die grote bedrijven, maar ook binnen kleine bedrijven, toen ik Different Coaching oprichtte, dat is dus nu 14 jaar geleden. Ja. Er was veel te weinig aandacht voor de mensen. Ze kwamen in Nederland aan alle kanten in de knel. Reorganisaties die vliegen je om de oren, dat is nog steeds zo trouwens. Zonder enig doel, helemaal niet waardevol. Een bedrijf wat al heel rijk is, gaat reorganiseren, jaakt iedereen over de kling. En waarvoor? Klopt. En ik als bedrijfskundige kan ik het je ook werkelijk niet meer uitleggen, want het gaat echt niet meer. Het is niet meer verstandelijk goed te begrijpen wat ze dan aan het doen zijn. Mm. Ze raken dan ook helemaal los in hun eigen way of thinking. Ja. Maar ik zag dat, dus veel mensen komen in de knoei tijdens hun werk, hebben behoefte aan sparring, hebben behoefte aan hulp, krijg je dat niet binnen de organisatie. Klopt. Als je dat nou eens buiten aan gaat bieden. Maar dan wel niet op de softe manier, met alle respect voor mensen die dat wel op de zachtere manier doen. Stop. Oh, sorry. Wat is volgens jou soft? Want ik weet nog dat je tegen mij zei, Lucinda, ik ben zakelijk, Judith ben zakelijk en jij bent wat zachter. Dus ik dacht, oh, daar moeten we het nog eens een keer over hebben. Want wat is dat soft? Weet ik ook helemaal niet of dat zo is. Of jij dat bent. Ik dacht, dat is fantastisch. Ik ben eens een keer soft, dat doet mij goed. Maar, maar vertel mij nou eens, wat is dat soft? En wat is dat andere manier waarop jij dat doet? Help me out. Nou, ik denk dat ik met het soft niet soft bedoel. Niet op een naïeve manier. Niet op de manier van, ik wil iemand helpen en dus kan ik helpen. Mm. Je kunt niet per se iemand helpen als je wil helpen. Ja. Het is wel een leuke intentie natuurlijk. Het is wel, daar begint het wel. Yes. Maar je moet ook wel weten wat je doet. En ook denken dat je weet wat je doet. Ja. Of dat kunnen onderbouwen. Precies. Als je dat niet hebt. En daar zit het zakelijke. Dan kun je misschien ook niet helpen. En dan is het soms misschien alleen maar verwarrend. Ja. Het is ook niet professionele coaching. Zoals wij dat dus zien. Mm. Different op een andere manier. Ja. Is ook niet. Ik luister naar mensen alleen. Mm. Het is ook echt. Met heel veel achtergrond van kennis. Vanuit. Ik weet hoe dat werkt. En ik zie dus al wat jou gaat overkomen. Of wat je overkomen is. En ik ga jou vragen stellen. Zodanig dat jij dat zelf ook gaat zien. Precies. Of ik reik jouw tools en handvaten aan. Ja. We hebben het over jouw business. Ik begin meteen over value proposition. Ja. Op een kind of. Wel een vriendelijke, empathische manier. Mm. Maar wel ook echt op een doelgerichte manier. Zonder BS. I like the BS. Oké, nou dan zeg je dat natuurlijk wel heel erg leuk.